Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. KillaJ. En vandaag zijn we weer een keertje terug op H1Z, want het is een tijdje geleden dat ik deze game heb gespeeld. Maar mensen, er is een nieuwe update uit en de game moet nu een stuk beter geworden zijn. Ze hebben heel veel bugs gefixt. Ze hebben een team followcam toegevoegd voor duo's en fives. Dus als jij dan dood bent, dan kun je net zoals in Battlegrounds je team blijven volgen. Je kunt meekijken met wat je team nog doet in die game. En je hoeft niet de hele tijd boven je eigen lichaam te zweven de hele game lang. Wat natuurlijk super vet is. Er zijn heel veel andere dingen ook toegevoegd. Zoals de auto's zijn gefixt. Als de auto nu kapot gaat, zeg maar op 50%, dan rijdt hij ook langzamer. En dan maakt rare geluidjes. Hij pruttelt en zo. Dus het is allemaal super vet geworden als het goed is. Het enige jammer is wel dat ze na 3 jaar lang nog steeds geen leaderboards hebben kunnen toevoegen voor duo's en fives. Daybreak. I'm sorry. Maar als je in deze video zin hebt, we gaan een potje H1Z1 doen om te kijken of het nou ook echt allemaal werkt. Ik hoop dat het gewoon in één keer goed gaat en dat ik een goed potje speel. Laat me dan vast een likeje achter, abonneer even op dit kanaal en deel deze video met je vrienden. Volg me ook even op de social media, Twitter, Facebook en Instagram. En dan check ik jou zo meteen in game. Oké, mensen, we zitten in game. Let the battle commence! Oké, we gaan ons best doen om deze wedstrijd natuurlijk te winnen. We willen natuurlijk gewoon eerst worden in Battle Royale. Revealing safe zone in 1 minuut. Safe zone. In 1 minuut en 44 seconden. Dus we hebben nog even tijd om te looten. Dat is super nice. En dat moeten we ook zeker doen. Ze hebben nou ook verschillende kleuren hitmarkers trouwens. Zeg maar... Oh, nice. Die auto kapen we gelijk. Wat? Zo. Maar ze hebben nu ook verschillende kleuren hitmarkers. Voor als jij de body raakt, dan krijg je een rode hitmarker, volgens mij. Als jij het hoofd of de body armor raakt, dan krijg je een gele hitmarker. En zo hebben ze dus allemaal verschillende hitmarkers voor verschillende hits. Dus dat is super nice. Dat is echt super nice. Want eerder wist je nooit zo goed of je nou echt wel de body raakte, weet je. Dan kreeg je voor alles een rode hitmarker. Als je de auto raakt, krijg je zelfs een andere kleur hitmarker. Volgens mij, een friendly fire krijg je een groene hitmarker. Dus... je weet nu precies wat je doet in game. Wat natuurlijk super nice is, weet je. Want dat was best lastig op afstand. En hier, kijk, ook voor de ammo heb je nu allemaal andere soorten doosjes en zo. Zodat je goed kunt zien wat bij wat hoort. En een helm zal nice zijn, dankjewel. Hoor iemand lopen. Even kijken, ik hoor toch echt iemand lopen. Ik weet niet of de sound ook geen proof is, maar er lijkt het wel op. Ik dacht echt dat ik iemand hoorde. Holy shit. Nou ja, moeten we maar extra op ons hoede zijn. Ik heb het idee dat de game ook smoother is op dit moment ofzo. Ik weet niet. Misschien is het allemaal een grote verbazing. Allemaal nep, weet je. Het is niet echt. Weet je, het is gewoon mijn hersens die mijzelf voor de gek houden. Kijk, dit zijn de nieuwe ammo crates voor de AK. Holy shit, de AK is trouwens ook gefixt. Ik wil hem al even testen. Als het goed is de AK gefixt, jongens. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Het enige jammere wat ik wel vind, dat zou echt grappig zijn als ze dat zouden toevoegen aan deze game, is dat je attachments kunt vinden, zoals silencers en zo. Maar ja, dat zal nooit in H1Z1 komen waarschijnlijk, omdat ze echt die arcade feel willen houden, denk ik. Maar het was wel heel vet geweest als ze het zouden doen. Silencers in H1Z1, jongens. Silencers in H1Z1. Oké. I need this. Yes. Thank you very much. Dat is 9mm, denk ik. Oeh, medkit. Ik wou dat ze ook een beetje, ja, want ze hebben nu best wel veel dingen veranderd en zo. Maar het was ook vet als ze de backpacks en zo hadden veranderd, jongen. Dat was echt hard geweest. Trouwens, voor de mensen die het nog niet weten, ik stream tegenwoordig bijna elke dag om 7 uur live op Twitch. Dus als je geen enkele livestream wil missen, en ik heb dit vaker gezegd vroeger, maar nou echt zo, mensen, ProBrain of zo in de comments, zeg het even dat het echt zo is. Want het is echt zo, ik stream bijna elke dag daar nu en... ik zou het echt super vet vinden als jullie mij daar zouden willen volgen op Twitch. Linkje staat in de beschrijving van deze video. En dan hoef jij in de toekomst geen livestream te missen, weet je. Want ja, dan weet je. Ik stream ook nog wel op YouTube, daar niet van. Zoals zaterdag en zondag stream ik vaak. Zaterdag of zondag moet ik zeggen. Want ik stream niet elke zaterdag en zondag. Soms wel. Maar ja, dat kun je makkelijk zien. Maar in ieder geval. Ik stream zaterdag en zondag af en toe nog live op YouTube. Maar ik stream echt bijna elke dag om 7 uur 's avonds live op Twitch. Dus wil je daarbij zijn in de toekomst? Vergeet mij dan daar niet even te volgen. Dat zal nice zijn. Oké, we zijn eigenlijk al wel bijna looted. Waar moeten we zo meteen heen? We moeten zo meteen naar het zuiden. Hé, de map. What the fuck? Oh ja, je kunt trouwens nu ook als het gras groen is. Dus niet zoals daar, maar zoals hier. Kun je als het goed is nu ook loot vinden in het gras. Dat ben ik ook helemaal vergeten te vertellen. Dat is dus ook iets nieuws. Alleen, ik heb het nog niet echt gezien. Loot.
I don't see loot, oké? Okay? I don't see loot. Oh, wacht. Is dit loot? Nee, dat is geen loot. Oké, we pakken onze auto en we gaan lekker naar het zuiden. Holy shit! Oké, dit is ook wel vet. Je hebt nu echt die... Oh my god. Fuck, waarom zie ik hem niet en hij mij wel? Fuck it, wij gaan er gewoon lekker vandoor. We don't need him. He needs us, because he wants our car. Oké, we moeten naar het zuiden. We rijden op dit moment naar het noorden. Maar we gaan hier even het plaatje uit en dan gaan we lekker naar het zuiden. En dan gaan we daar even kijken, want ja, het is dus allemaal veranderd. Hij heeft waarschijnlijk net hele rare hitmarkers gehad. Hij denkt van, what the fuck? Maar dat is dus voor de auto. Als je op de auto schiet, krijg je ook andere hitmarkers. Alleen, ja, dat... Wacht, ik kan het wel even proberen te laten zien. Zonder mijn auto te veel kapot te maken. Nope. Oké, het werkt dus alleen als er iemand in zit. Oké, want ik moet zeg maar ook zorgen dat de auto, ja, nu heel blijft. Want de auto gaat dus straks, zeg maar, langzamer rijden. Als die onder de 80% komt, ga je de eerste fucking difficulties krijgen met je auto. Dus, ik ben benieuwd. Ik zie jullie zo meteen in... Oh, wacht. Dit is al een volgend plaatje. Hier gaan we even doorheen. We gaan... Oh ja, en ik kan er niet meer uitspringen, hè, op full speed. Je moet echt de handrem indrukken. Voordat je eruit kan. Dat is ook iets nieuws. Je kan niet meer in één keer uit je auto en de gunfight in. Dus dat is wat realistischer gemaakt. Dat is ook wel vet trouwens. Kijk, we zitten wel bijna in de safe zone. Ja. Bijna wel, hè. Bijna wel, hè. Kijk, our gas advances in 1 minute. Dus we hebben nog, eigenlijk hadden we nog tijd om te looten daar zo. Maar ja, we zijn eigenlijk al fully looted. Ik bedoel, we hebben fucking veel kogels. Dus het was eigenlijk niet meer nodig. Hier ben ik ook wel benieuwd naar de AK. Kijk, zie je witte hitmarks hoor. Holy shit, witte hitmarks, pik. Oh, dat was mijn helm. Dat was één goede shot. Oké, deze guy is goed. Waarom is deze guy goed? Beter dan ik. Dat had ik niet verwacht. Vind ik ook niet leuk. Of zo. Kijk, waar staat hij nog steeds achter die koude steen? Ja, waarschijnlijk wel. Trouw. Bemoei je met een gunfight. Yes. 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 Save my ass. Of toch niet? Achtervolg. Oh my god. Ik heb het gevoel dat ik nou in de zee zwem en dat er haaien om me heen zitten, weet je wel. Ah! De haaien van H1. Waarom schiet ik zo slecht? Het zou wel zijn omdat het mijn eerste potje is en ik het nog niet gespeeld heb vandaag en zo. Oké, maar de AK is gewoon gelijk gone, hè, voor mij. Ik vind hem niet lekker spelen. Ik had daar ook niet mee moeten beginnen. Maar zoals je zag, witte hitmarkers, jongens. Witte hitmarkers. Huh. Later, boys! Oh nee, nou worden wij achtervolgd. Leuk. Leuk! Leuk! Waarom worden wij nou... Nee! Ik word achtervolgd door 2 mensen. Gelukkig kan je niet meer in één keer uit je auto springen. Dat is wel heel nice. Maar ja, dit is de Scar 1Z1 nog steeds. Iedereen rijdt in auto's. Leuk. Nieuwe update, Scar 1Z1 jongens. En ik heb geen zin om me met die gunfight te bemoeien eigenlijk. Of eigenlijk wel. Hoe rijden we weg zonder mijn sleutel? Oké, we gaan nog 1 potje spelen. Ik zie jullie als er
39 mensen over zijn. Want dit is eigenlijk een beetje de warming-up, hè. Dit is eigenlijk een beetje de warming-up. Dus ik ga mijn best doen, oké? Okay? Ik ga mijn best doen. Sorry, oké? Okay? Dit was een slecht potje, mensen. Ik weet het, oké? Okay? Ik miste alles net. What the fuck? Oké, mensen, dat was de eerste kill. We zijn al een beetje geloot trouwens, dus dat is super nice natuurlijk. Deze guy die kwam ons ammo brengen ofzo, ik weet niet wat hij wou doen. In ieder geval, ik vind het allemaal super aardig van hem. Even kijken hoor, wat had hij allemaal voor ons? Had hij ook duct tape? Jawel, jawel, jawel. Hij had ook nog wat armor scraps voor ons, wat ook super nice is natuurlijk. Even kijken hoor, heeft hij ons geraakt überhaupt? Nee. Komt nog iemand. Komt nog iemand. Alleen werk niet waar hij zit. Nee! Holy shit! Oh my god! You scared the shit out of me, mate. Holy shit. GG though. Oh, damn. Oh my god. Oh, damn. Ik dacht dat hij van de andere kant kwam, pik. Oh, wat stupid. Wat fucking stupid. Ik luister helemaal verkeerd. Oh, damn, bijna een harde val. Trouwens, de Magnum is ook aangepast. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Die is ook aangepast. Dat was ik net hier. Ik heb hier rechts de update pagina van de ding staan. Next. Exit match. Nog één potje dan? Oké, nog één potje. Hallo. Hello, just I'm coming for you, matey. I'm coming for you, matey. Hij rent als een gek terug naar zijn auto. Fuck. Nee. Oké, nou ja, dat was in ieder geval het begin van dit potje. Die gast kon gelijk aanrijden, toch? Gelijk op zoek naar een gun. Ik heb het idee dat hij niet weggaat, maar dat hij gewoon een gun gaat zoeken en alsnog mij gaat proberen te pakken. Yep, dan gaat hij via de andere kant naar binnen. But I don't care, you know? I know I can kill him. What the fuck? Ik ben klaar met het spel, jongens. What the fuck een update, oké? Okay? Ik schiet hem met een shotgun. Kom op, real life. Dat kan je toch niet overleven? Ik hoop dat jullie toch genoten hebben van deze video. Ik wou gewoon even vertellen dat er een update was, oké? Okay? Alsjeblieft. Laat een likeje achter en abonneer. Laters. En check de video's daar nog even. Doei doei. Oh my god, what the fuck? What the fuck? Vanavond livestream, 7 uur. Wees erbij. Laters.